Ik zit hier op een van de laatste dagen van het jaar met Auke Hoekstra te praten, met wie ik veel contact heb dit jaar. En jij bent vooral bezig geweest, Auke, met fake news, om dat te debunken. En daar wil ik even doorheen gaan, want ik kwam net ook weer bij de Consumentenbond weer een artikel tegen. RTL, die werd weer gerecycled. Dit jaar heb je heel veel gedaan om over elektrisch rijden, alle feiten die daarover verspreid waren, dat die auto's veel meer energie gebruikten, veel meer CO2, veel meer slechte stoffen deden. Dat heb je gedebunkt en daar wil ik even doorheen gaan. Dus prima. Heb je misschien even een lijstje van al die evenementen die je dit jaar hebt gedaan? Ja, ik heb even ter voorbereiding van het interview, ik heb ze even opengezet in de browser. Dus misschien kunnen we even doorheen lopen. En dat was even heel leuk terwijl je dat doet. Dan was er op een gegeven moment een of andere Belgische professor, daar begon het volgens mij mee. En die zei dat die gewone dieselauto's eigenlijk veel minder CO2 verspreiden dan elektrisch rijden, vanwege het feit dat de accu's gemaakt moesten worden. En jij mag overschakelen. En dan kwam Auke met een tweet van 25 tweets achter elkaar. Stap voor stap werd dat allemaal zeg maar uitgewerkt. En daar klopte dan helemaal niks van. En ze gingen daar ook op een gegeven moment, die mensen die gingen dan in discussie met Auke. En die kwamen ervan, dat klopt eigenlijk ook helemaal niet. Het scheelt een factor 10 of een factor 20 minder. Precies. Dit is een voorbeeld van zo'n lange tweetrij, zal ik maar zeggen. Dat is dan een debunk van het volgende artikel. Maar dit is dan een leuk voorbeeld van uiteindelijk na een hele lange Twitter, op en neer met die Damien Ernst. Dat was die Belg? Belg was Damien Ernst, professor Damien Ernst. Kan je het nu zien dat ik het nu blauw maak? Ja hoor, ik kan het zien, maar bij niemand gaat die dingen. Maar het was Damien Ernst en die was een Belg. En die vertelde, wat was zijn redenering en waar ging het om? Zijn redenering was dat het maken van die batterijen kost zo ontzettend veel energie, dat het duurt 697.612 kilometer, heel precies. Ja. Voordat die elektrische auto schoner was dan die diesel. Ja. En toen heb ik meteen gezegd van dit klopt er allemaal niet. En de eerste, wat we een aantal keren terug zullen zien komen ook, in dit kleine korte verhaaltje. Maar het eerste wat er gebeurde, dat hij toegaf dat zijn onderzoek over batterijproductie gebaseerd was op een hele oude wetenschappelijke studie, met een hele kleine fabriek nog, die dat relatief inefficiënt deed. En ja, op die manier kom je er dan wel. Maar als je een moderne fabriek pakt, dan lukt dat niet. Ja. En uiteindelijk heeft hij het teruggebracht tot, ik geloof, ergens 100.000 kilometer met de aannames die hij dan wel aannemelijk vond. Ja. Verder wou ik niet teruggaan. Maar en jij? Ik heb gezegd van het was ergens volgens mij eerder 20.000 tot 40.000. Dat was dan een volgende debunk. Zeg ik van 20.000 tot 40.000 kilometer. Dat het omslagpunt is. En daar kon je eigenlijk ook wel mee leven. Dus Damien Ernst en ik zeggen nou van je moet inderdaad niet overdrijven. Ja, en jullie maar vervolgens zijn vriendjes geworden. Hè? Dus dat was inderdaad de Belgische. Maar die werd dan ook, die professor, die werd overal geciteerd. En jij moest overal achteraan. En dus het kost echt handen van het werk om continu. Op een gegeven moment begon gelukkig wel op Twitter. Begon allerlei mensen begonnen uit zichzelf ook te retweeten. Dus als er een algemeen dagblad weer met iets kwam of zo, dan kwamen meteen allerlei mensen op Twitter tegenaan. Dat klopt niet, beste Algemeen Dagblad. Kijk maar, hier heb je het voorgerekend. Ja. En Algemeen Dagblad heeft daar toen iets mee gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Telegraaf niet, natuurlijk. Maar sorry. Okay. Nee, maar ik heb gemerkt dat heel veel kwaliteitskranten dat die toch wat mee doen. Ja, wie was de Duitser? De Duitser was dus Hans Werner Sinn. Dat is dit verhaal. Het was eigenlijk Boegal en Hans Werner Sinn. Another set of cranky retired professors genoemd, want ik word er echt een beetje ziek van al die professoren die dan heel voornaam doen, maar eigenlijk niks van auto's af weten, hoor, voor alle duidelijkheid, maar geen autoprofessor. Dat gasauto's geloof ik de meest efficiënte waren. Dat vonden zij ook inderdaad, en dat komt later ook weer terug bij de ADAC. Dit verhaal is dan, en dan schrijf je eerst zo'n tweet en dan gaat het gewoon weer door, dus dan maak je er een blogpost van. Dan gaat het gewoon weer door. En uiteindelijk heb ik er zelfs een wetenschappelijk artikel van gemaakt. Een heel belangrijk blad, dit Jules. Die heeft eigenlijk met zoveel woorden gevraagd: kan je in godesnaam niet een wetenschappelijke referentie produceren, waar we dan kunnen verwijzen in de wetenschappelijke literatuur, dat het echt onzin is? Ik zeg van dolgraag, zal ik doen. Ja. Dus dan was dat gebeurd. En wat waren de conclusies die daaruit kwamen, die zij dan, wat waren hun aannames die zij verkeerd hadden gedaan? Ja, er zijn eigenlijk altijd, er is ook een leuk videootje van trouwens, er zijn eigenlijk altijd een beetje 5 of 6 aannames die fout gaan. En die heb ik hier in dat artikeltje ook goed op een rijtje gezet. Nou, de eerste is altijd en eeuwig dat die batterijproductie
veel meer energie kost, veel meer CO2-uitstoot dan in werkelijkheid. Dus je is een moderne fabriek, een gigafactory-achtige fabriek, en dat is natuurlijk waar in de toekomst al die dingen uitkomen, het wordt alleen maar beter dan dat. Ja. Dan ben je sowieso eigenlijk al klaar. Dan is die EV al veel beter dan de rest. Maar dan vervolgens gaan ze ook nog eens een keer zeggen dat die batterij na 150.000 kilometer vervangen moet worden. Dus dan als uit een auto langer meegaat, jij als Tesla bezitter, jij lacht daarom. En dat is terecht. Dan vervolgens gaan ze er meestal vanuit dat die batterij, dat die auto vanaf het begin tot het einde van zijn levensduur op de huidige elektriciteitsmix niks blijft rijden. Terwijl we gewoon een ontzettend robuuste trend zien dat de elektriciteit elk jaar weer een beetje groener wordt, een beetje minder coal heavy wordt, zou ik maar zeggen. Ja. Dan de volgende wat ze altijd hebben doen, is dat ze de testen gebruiken voor die diesel van energiegebruik, die uit de officiële in de folder staan, zou ik maar zeggen. Oh ja. Zodat toch iedereen die niet onder een rots gezeten heeft, ondertussen weet dat die testen door een beetje een samenwerking van de politiek en de bedrijven 40% positiever zijn dan in werkelijkheid. Yeah. Dus goed. Yeah, dan vervolgens gaan ze ook nog eens een keer, in dit geval deden zij dat dan weer niet, maar heel vaak vergeten mensen ook nog eens een keer dat diesel niet op de hemel komt vallen, zou ik maar zeggen, maar dat het ook geproduceerd moet worden. Net zoals elektriciteit geproduceerd moet worden, moet diesel of benzine ook geproduceerd worden. En dat kost je zomaar 25% ongeveer, moet je dan bij de brandstofproductie, eigenlijk de CO2-productie rekenen voor het voortraject. Nou, als je dat allemaal doet, dan is de gelijkheid nergens meer in zicht. Maar dan nog, wat ik altijd het belangrijkste vind, als je naar de toekomst kijkt, dan kan je straks een toekomst voorstellen, en dat staat ook heel mooi in dat grafiekje hier, en dan weet je dat cijfertjes kijken mensen niet naar, maar toch. In de toekomst zou zo'n diesel op een gegeven moment omlaag kunnen van, laten we zeggen, naar 240 gram per kilometer nu, naar 150 gram. Er zit nog best wel wat in het vat als alles goed gedaan, als de productie van dieselauto's ook helemaal duurzaam wordt enzovoort. Ja. Maar die elektrische auto, die kan van 100 nu naar 10 in principe, als je echt die batterijproductie heel duurzaam wordt. Dus je echt de mining operations heel duurzaam doet, als het de stroom. Dus we hebben daar perspectief met die elektrische auto. Wow, en die manufacturing mist een ene malen met die diesel. Die manufacturing die gaat van 40 naar 4. Jezus, per kilometer. Nou ja, als je gewoon goed nadenkt, dan besef je dat iedereen, jij vindt het ook niet erg als Elon Musk even doen, maar Elon Musk noemde ook al dat hij voor een bepaalde, het was voor mij bij Boor of zo, voor een bepaalde mining operation, had hij gewoon Model 3's ingezet. Omdat je dan in de mijn geen diesel uitlaten meer had en geen brand meer had. Dat was veiliger en dan had je veel minder gedoe met het afvoeren van rookgassen. Ja. Het is veel logischer dat in de toekomst een heleboel, dat niet alleen de auto's waarin je rijdt elektrisch worden, maar bijvoorbeeld ook de bouwapparatuur, minder stikstof ook trouwens, dus draakjes. Ja, maar eigenlijk, dat gaat nog veel fijnmaziger. Dit waren gewoon de 5 grote dingen en bij elkaar is dat een factor 5 of zo? 5 keer zo weinig CO2 per... 3 keer zo weinig, gewoon 2 tot 3 keer zo weinig. 3 keer zo weinig en dan gaat dat hele... In de toekomst wordt het meer, in de toekomst wordt het 10 keer zo weinig, maar nu is het 2 tot 3 keer zo weinig. Oké, nou dat was dus toen kwam een officiële instantie, de DAET, de Duitse, wat was het ook alweer? Wat ik hier nog even open had staan, is dat de Guardian ging toen ook mee aan de gang. Dus toen hebben we op Twitter een soort van campagne gevoerd. Mijn vriend van Transport and Environment, hebben ze een mooi stukje laten schrijven dat het niet klopte. Ja. Volgens is de tijd is er nog mee in de fout gegaan eigenlijk dat ze zijn verhaaltje publiceerden. Die hebben toen zelf gezegd dat het niet mogen gebeuren. Het spijt ons heel erg en die hebben een rebuttal van mij geplaatst. Ja. Dus was ik heel blij mee. Ja. En toen kwam eigenlijk een beetje congres. Dat mag ik even vertellen. Toen heb ik op een gegeven moment heb ik het over waterstof gehad versus elektrisch rijden. Daar hebben we samen met de elektrische rijders en Shell hebben we dan zo'n middag georganiseerd met 150 man. En het staat allemaal online. En toen hebben wij daar, het hebben alle grote fans van waterstof en alle grote criticasters bij elkaar. En toen heb jij een overzicht gegeven van 20 minuten dat je het echt niet begrijpt waarom waterstof nou nog een rol heeft in het personenvervoer. En vanochtend was ook bij de autoshow, de BNR Autoshow, daar hadden ze dan de secretaris-generaal van de hele auto-industrie van Europa, die eigenlijk zei, waterstof heeft alleen maar betekenis bij vrachtwagens en absoluut niet bij personenvervoer. En dat was de mening van heel Europa. En jij hebt dat toen daar ook aangetoond. En daar hebben we ook jou een prijs voor gegeven. Moet je even die volgende tab zien. Je hebt ook bij ons de elektrische... Ja, ik wil even aanvullen dat ik trouwens ook geloof dat vrachtwagens gewoon elektrisch gaat worden. En sterker nog, een vrachtwagen gebruikt zijn batterij nog vaker en nog sneller eigenlijk
een elektrische auto. Dus je verdient die batterij eigenlijk nog sneller terug. Dus ik zie dat wel komen. Ja. Maar inderdaad, toen kreeg ik van jullie een gouden stekker. Dat vind ik ontzettend leuk nog steeds. Ja. Ontzettend leuk, want ik heb hem niet gekregen voor het ene verhaaltje op jullie vertel. Maar ik heb hem gekregen omdat ik continu bezig was inderdaad met het debunken, met het ontzenuwen van onzin over elektrische auto's. Ja. En als ik heel eerlijk ben, als ik hem had gekregen van de Rai of zo, had ik toch gedacht van, wat zit hierachter? Hè? Want daar zitten we vaak niet helemaal op één lijn. Ik bedoel, niks ten nadele van de Rai, maar die proberen ook juist een beetje nog de gewone auto's, zou ik maar zeggen, omhoog te steken naast de elektrische. Ja. Maar als ik van jullie zo'n complimentje krijg, dan denk ik bij mezelf, dan ben ik goed bezig geweest. Je bent heel goed bezig geweest, ook dit jaar. Dat is echt heel leuk om te horen. Ja, echt heel leuk om te horen. Die heeft daar een mooie plek. En toen kwamen nog de Duitsers, er kwam nog even een Duits instituut, een mooi Duits instituut met precies dezelfde onzin weer voorbij komen. Wie waren dat ook alweer? Fraunhofer, het prachtige Fraunhofer, kwam ook weer voorbij zetten. Echt een heel erg zoiets van jongens. Maar goed, dat is ook wel redelijk. Het Hart van Nederland heb ik nog open staan, dat is ook weer zo'n gedoe. Ja. Die Hans weer naar zin weer. En toen kwamen vervolgens de Duitse ANWB en de Duitse en de Oostenrijkse ANWB. En die gingen toen ook weer een dergelijk onderzoek, weer een ander onderzoek. En dan ben ik toen ook weer, moest ik dat helemaal bij de knieën af gaan hakken, zou ik maar zeggen. En nog steeds heel vaak wordt dat. Precies dezelfde argumenten, productie van de accu, hetzelfde argumenten. De elektriciteitsmix, de officiële kilometers die een diesel zou hebben op het moment dat je de dezelfde argumenten. Altijd weer dezelfde dingen, ja. Okay. Ja. En het leuke is trouwens dat ze zich voor die batterijproductie bijna allemaal baseren op één studie. Dat is de zogenaamde Romare-studie uit 2017. En die studie heeft zichzelf nu geüpdate. Die zegt zelf nu, we zaten 2 tot 3 keer te hoog. Dus als zij nu dezelfde studie die ze zelf gebruiken, nu opnieuw gaan inputten in hun eigen berekeningen, je moet dus een eigen standpunt aanpassen. Oh ja, nou oké. Dat doen ze niet, dus dan weet je gewoon hoe laat het is. Hè? Hartstikke mooi. Nou, dat is dan erg mooi. Even kijken, ja, dus al die dingen. Ik heb nog één dingetje wat jij nog even wou behandelen. Dat de consumententest had gezegd dat elektrische auto's net zo schoon zijn als dieselauto's. Oh ja. En de nuance daar is eigenlijk dat... Dat is een test, dat moet je even, dat hebben ze een nieuw groen label gemaakt. Ja. Een speciale test van 1 tot 5 sterren. En dat gaat over de efficiëntie en over de giftigheid van stoffen. En ze hadden op een gegeven moment gezegd dat een Mercedes diesel had dezelfde kwaliteit zeg maar, als een Kona. Ja. In termen van uitstoot van giftige gassen. Precies, dus wat ze gedaan hebben, en dat vind ik op zich nog niet zo gek hoor. Als je kijkt naar bijvoorbeeld diesels, zwaardere diesels, dan eerlijk is eerlijk, stoten die op dit moment heel weinig fijnstof meer uit de uitlaat uit, heel weinig NOx. Dus een vrachtwagen is veel schoner geworden de afgelopen jaren. Nou, ja. voor de gewone auto's hadden we dieselgate, hè, dus die waren helemaal niet schoner geworden. Die fles de zaak waar je bij stond. Ja. Maar sommige nieuwe diesels zijn wel degelijk personenwagen diesels, zoals die Mercedes 220D. Zijn wel degelijk heel stoot qua uitstoot. Als je op een hele vieze weg zet, moet je op een hele vieze weg zetten. Maar anders wat er uit de uitlaat komt, zelfs schoner dan wat er ingaat, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Als je een brandschoon paardje laat rijden, is dat niet zo, voor alle duidelijkheid. Maar er komt heel weinig rotzooi, komt er nog uit aan de achterkant. En dat is best wel gaaf. Ja. Maar CO2-technisch zijn ze nog net zo dramatisch slecht als vroeger. Hè? Dus als je over CO2 praat, waar we dus net tot nu toe de hele tijd over gepraat hadden, dan is er eigenlijk niks veranderd. Een heleboel mensen halen die dingen door elkaar. Die denken, ze zijn nu net zo schoon. Dus blijkbaar is er iets veranderd met die CO2. Nee, er is helemaal niks veranderd met die CO2. Maar de NOx is omlaag gegaan. Ja. Dat is alles. En daarom hebben ze ook 3 sterren en niet 5. Ja, en dus hebben ze ook 3 sterren in plaats van 5 sterren. Maar vergift stoot ze niet meer uit, NOx. Maar wel CO2 een factor 3 keer zoveel als een elektrische auto. En dat is inderdaad heel verwarrend hoe dat erbij zit. Ja. En dan moet ik ook eerlijkheidshalve zeggen. Ik heb ook een masterstudent nu, die is bezig. Die werd door mij aangemoedigd. Die is aan de gang gegaan. Echt geweldig. Ik ben zijn naam even vergeten, heel vreselijk. Echt een ontzettend leuke jongen, die is uit de medische hoek. En die is nou aan het kijken van, is het nou echt wel zo? Want we meten maar een paar dingen, maar er komt veel meer uit die uitlaat dan alleen maar NOx en fijnstof en gewone grammetjes. Ja. Dus zullen we eens een keer, ik vermoed eerlijk gezegd, de heel veel carcinogenen, zoals het heet, kankerverwekkende stofjes, nog steeds uitgestoten worden, die nu niet gemeten worden. En ik denk dat het nieuws iets minder positief is dan nu het gedacht wordt. Maar eerlijkheidshalve, wat we nu meten, hartstikke goed nieuws. Dan gaan we volgend jaar daar verder op kijken. Hey, even Auke van... Eén ding anders noemen voordat we afsluiten. Auke, laat mij even de leiding doen over het gesprek.
Wij zitten nu eind 2019, deze maand 50% van de nieuwe auto's zijn elektrisch. Model 3 vooral dominant, 10%, in Nederland over het hele jaar. Heb je nog iets, is er nog iets, dat is positief voor ons, hè, dat we dus nu ook meer gewoon volledig elektrische auto's hebben dan plug-in hybrid. En gezien jouw debunking zijn die ook echt gewoon veel schoner. Is er nog ander positief nieuws? Waar ben jij op dit ogenblik? Waar ga jij in 2020 je tegenaan bemoeien? En wat is jouw grote vooruitblik? Nou, ik wil toch de twee goede nieuwtjes in smokkelen. Het eerste goede nieuws wat mij betreft, dat onze energiemix sneller schoner wordt dan we dachten. Wat onder andere betekent dat de klimaatvoorspellingen die nu gemaakt worden voor de komende, tot en met 2100, eigenlijk een iets positiever scenario hebben dan vroeger. Dus we zitten nog steeds op ruim 3 graden. Dit is niet Nederland. Dit is gewoon wereldwijd. Dit is wereldwijd. Dus wereldwijd krijgen wij steeds sneller schonere energie. Dan we dachten 10 jaar geleden. En dat betekent ook dat de nieuwe voorspellingen van het IPCC, die zullen aan de ene kant zijn, het wordt nog moeilijker om Parijs te halen, want we hebben gewoon heel veel tijd verdaan, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant, de meest vreselijke scenario's die we nog een beetje als baseline, noemen ze dat dan, als business as usual, voor ons zagen in 2010, die gaan ook niet gebeuren. Dus het wordt wel, zelfs als we niks doen, wordt het minder apocalyptisch dan we dachten. Maar nog steeds heel slecht, we moeten nog steeds vol in de bak, hoor, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar het andere nieuwtje, en dat is natuurlijk voor mij het meest opwindende. Ik heb begin van dit jaar heb ik een heel gek idee gekregen. Ik had een plan geschreven dat we in Nederland veel betere berekeningen zouden kunnen maken over hoe we heel snel af kunnen stappen eigenlijk van fossiele energie. Zowel in mobiliteit als in de energiesector. Nou, dat linkje. Ja, en dat is een enorm projectvoorstel heb ik daarvoor gemaakt. Op basis van MBO. Aan een call uitgezet dat. Was uiteindelijk 12 miljoen euro meegemoeid over 5 jaar. En tot tot iedereens verbazing, is dat gewoon gelukt. Dus ik heb gewoon een voorstel van 12 miljoen gehonoreerd gekregen. En we kunnen met 20 PhD's op de TU Eindhoven en nog 15 PhD's door het hele land, kunnen we echt een enorm, ik hoop, verschil gaan maken in denken over energietransitie. Omdat we echt laten zien, allerlei hele innovatieve ideeën zijn veel minder duur en veel makkelijker mogelijk dan je nu denkt. Oké, dus die 50, bijvoorbeeld die 50 ideeën van Uganda, die ga jij nu eens eventjes, jij gaat even een wetenschappelijke versie maken van een model om heel snel naar sustainable energie om te gaan en dan ook nog het grid te kunnen balanceren en alle problemen daarbij goed door te denken. Exact, dat heb je heel goed samengevat. Sterker nog, 5 minuten na die uitspraak, jij was daarbij, hè, die uitspraak van de agenda. Ja? 5 minuten na die uitspraak bekend was geworden, apte een van die professoren mij van, nou Auke, we moeten komend jaar stevig aan de bak. Ja, ze moeten wel eind 2020 moeten ze nog 25. Dus wat we nog precies voor volgend jaar kunnen gaan vertellen is de vraag. Hè? Maar dit blijft natuurlijk gewoon op de agenda staan. Ja, en 50% eind 2020 moet natuurlijk veel meer worden de komende jaren. Dus ik hoop dat nog een tijdje. Stop even met delen, Auken. Dan kan ik nog even je gezicht zien. Dan kunnen we nog even afscheid nemen. Ja, dus, dat is goed. Ik ga al deze linkjes die je mij, al deze linkjes die je hebt, die ga ik nog eventjes delen. Dit jaar was het jaar van het debunken. Heb jij het gevoel dat er alleen maar slechte informatie is? Of is dat een percentage en is er ook een heleboel goede informatie? Wat is jouw oordeel daarover? Ik heb het gevoel op Twitter dat er een hoger zelfreinigend vermogen is dan je misschien zou verwachten. Dus dat die foute berichten best wel vaak aangepakt worden. Ik heb wel het gevoel dat er een soort van harde kern is van mensen die het gewoon echt niet willen horen. En die, daar maakt het niet voor uit, zou ik maar zeggen. En dat is denk ik iets van 30%, 20% of zo, is een beetje uitgetuned. Maar ik heb het gevoel dat het grootste deel van de mensen het wel hoort. En ik denk gewoon het grote nieuws, wat we heel vaak, ik heb vaak zo'n prachtige zen-boeddhistisch spreekwoord, of Chinees, dat weet niemand precies zeker, maar het groeien van het bos baart minder opzien dan het vallen van één boom. Er kan heel veel goed gaan. En dat zien we dan niet. En als er één keer iemand iets neersteekt, wat dan zien we het wel. En het mooie in dit geval is volgens mij dat het groeien van dat bos, eigenlijk het groeien van al die duurzame technologie en die miljoenen mensen wereldwijd die daar gewoon aan werken. Ja. Volgens mij is daar veel meer gebeurd de afgelopen jaar dan in die paar gevallen die we gezien hebben. En die bushfires en zo is natuurlijk vreselijk, maar het gaat ook heel veel goed. Ja, heel mooi. Dat vind ik een mooi einde. Dankjewel, Auke. We zien elkaar in 2020. Toppie. Beste wensen voor het nieuwe jaar. Hi. Hi.